Meg is all the same.
Oh, we hebben een gastenbal hier. Nou, het is oudjaarsdag, hè? En dus zijn we begonnen met kibbutzschieten. Dat doen jullie ieder jaar? Ja, elk jaar. Vertel eens, hoe is dat georganiseerd? Ja, nou, we zijn met een hele groep jongens met elkaar. En van kleins af aan zijn we begonnen. Nou, en steeds groter en groter. Nou, totdat wat je hier nou ziet, het kanon. 1700 liter. We gaan hier geen geld vragen, want dan zijn we overal veel te druk mee bezig. Dus het is gewoon van, pak maar wat je wilt en denk een beetje in ons met de vrije gift. En dan komt het wel goed. Nou, we hebben elk jaar gewoon een draaiboek van andere jaren, zeg maar. Dus in principe is het gewoon een paar dagen voor de vorm even dat draaiboek in. Even kijken van, kunnen we nog een paar dingen verbeteren, nieuwe ideetjes toepassen of zo. Maar ja, zo doen we dat. Ik denk dat wij dit nou wel een jaar of 14, 16 doen, zoiets. We wisten in het begin niet eens wat kibbutzschieten erin hield. En toen kwam ze hier in de buurt met een paar melkbussen. Nou, dat leek wel mooi en het wordt groter en groter. Ja, tot hetgene wat je hier nu ziet. En dan, ja. Ja, god, kijk, zoals wat ik zeg, dus in de buurt is het begonnen hier. En iedereen komt wel met hapjes en iedereen brengt wel wat mee en zo. En zo maken we met elkaar een mooie dag van. Hey, zing! Ja, dat duurt nog 5 seconden, wacht nog maar. Ja, even volgen.